Het probleem van de wenkbrauwen is in onze praktijk is dat ze vaak hangen. Daar komen mensen mee. De eerste keuze, en wat over het algemeen een heel goed resultaat geeft, is met name botox of azoluren. Dat geeft eigenlijk al een lichte verhoging van de wenkbrauwen, wat eigenlijk al waar mensen al tevreden mee zijn. Als wenkbrauwen heel erg hangen, dan moet je eigenlijk toch meestal een wenkbrauwlift of een voorhoofdslift doen. Dat doe ik in deze praktijk niet. Maar je kunt vaak met fillers, draadjes, plexer en zoals ik al zei, de azoluren, kan je toch wel hele goede resultaten bereiken. Nou, het hangt een beetje vanaf. Het is vooral belangrijk de indicatiestelling. Want als mensen echt een hele hangende wenkbrauwen hebben, dan zijn deze middelen die ik in mijn praktijk doe niet toereikend. En dan zal plastische chirurgie gedaan moeten worden. Desondanks, dat zei een professor plastische chirurgie in Groningen, zei dat. Die zei zo van dat met botox bijvoorbeeld, dat hij verwachtte dus dat er niet meer zoveel voorhoofdsliften nodig zouden zijn. En die werken dus ook preventief voor laaghangende wenkbrauwen. Wat kan je dus verwachten? Nou, je kunt een goed resultaat verwachten, dus waarin mensen tevreden zullen zijn. En als ik denk dat het niet haalbaar is, dan zal ik dat ook eerlijk zeggen.